on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, ja, natuurlijk fysieer weer en vandaag weer een nieuwe Road to All Care Package Store Street in One Prestige. Oftewel Air Taxi op, dat is de afkorting daarvan. Een serie die ik even gepauzeerd heb natuurlijk vanwege de komst van Advanced Warfare, maar nu weer mee verder ga. Ik heb mijn score streaks heel laag gezet, want dit is het eerste potje Black Ops 2 dat ik speel sinds Advanced Warfare uit is. Dus ja, dat is natuurlijk niet zo best. Ik ga gewoon met MSMC spelen en ik ga Kill Confirmed spelen. Kill Confirmed doe ik expres, eigenlijk vind ik een beetje een relaxe game mode en zo. We gaan kijken waar we ingegooid worden. Ik word meteen ingegooid, dus dat is wel heel erg fijn. Op niet de allerbeste map uit de game, maar we gaan hem spelen gewoon. Dus dat is fijn. We staan ook tering hard achter, zo te zien. En we gaan even kijken. Oh, we gaan even kijken hoe en wat. Ik ben ook helemaal niet gewend meer. Dat... Zo spelen als dit eigenlijk, zeg maar. Het speelt zo... Oh, huh? Ik liep volgens mij iemand... Ja, ik liep gewoon staal. Precies iemand om dat blokje liep ik voorbij. Het is bijna afgelopen alweer. En, what the fuck? Een beetje, mijn aim is nog een beetje fucking faal. Mijn aim is nog echt super slecht en daar moet ik hopelijk dat het een beetje beter gaat worden, dit potje, want anders wordt het niks, hè. Jezus, die tijd loopt zelfs voorbij. Ik vind het gek, zo'n grafmap als dit. Zo, kijk eens daar. Holy fuck. Holy fuck, zitten ze daar echt te kutten. Nou, dat is... Zo irritant. Aan deze game is dat wel echt heel erg irritant eigenlijk. En die gasten lopen pirouetjes te draaien. Dan kan ik een beetje proberen te trainen op zijn schieten. Nou, we gaan natuurlijk nog een potje spelen. Dus ik kan zeggen, jongens, tot zo. En daar zijn we weer. En die gasten kiezen in plaats van slums, kiezen ze cargo. Dat is toch echt ongelooflijk. Hè? Nou ja, er was hier wat keuze tussen aftermath, de vorige pot. Dus slums, wat echt gewoon dan twee keer eventueel achter elkaar wil spelen. Of een random map. En ze kiezen gewoon voor die random map. Allemaal massaal. Ik ben host geworden trouwens. De bedoeling is natuurlijk gewoon dat ik eigenlijk alle care packages... uit care packages alle streaks haal. Dus behalve de care package zelf natuurlijk. Dat kan natuurlijk niet, maar... We gaan ons best doen. Nou. Cargo is echt fucking een tering map. Maar ja, het maakt niet uit. Het hoort erbij. Yes. Zo. Ook fucking irritant eigenlijk. Een beetje wennen, een beetje... Het is ook trouwens tering irritant spelen dit, hè. Deze map. Ik zie er eentje daar niet echt heel erg... Hele lekkere connectie internet hebben. Val ik dood. Het is wel heel raar dat ik de dood val, maar ja. Jezus, mensen. Heb ik niet gemist, hoor. Dit snipen. Ja hoor! Dat kan toch gewoon niet eigenlijk, dit, hè? Kom op nou, rot toch op, man. Waar ga ik naartoe? Hup. Nou. Let's go. Hè? Ja, en die gast die lijkt ook zo erg, jongen. Jezus, een headshot. Wauw. Dit is echt de meest saaie fucking wedstrijd die je maar kan bedenken. Weer één kogel draag ik dood. Ja, ik had geen damage toch, had ik er voor mijn gevoel. Ik... Deze gast kikkert alsof het... Scuffy boy? Denk ik dan, voor mijn gevoel.
Deze moet ik wel hebben. Huh? Zo snel. Dat is toch niet leuk meer. Jongen, jongen, jongen. Wat een lobby is dit, zeg. Niemand heeft ook veel kills. Niemand heeft ook dit. Er is toch echt niets aan dan als je zo gaat spelen. UAV'tje. Ik kom nog eens in de buurt van een scorestreak. God, kaleren zeg. En ze hebben echt niks, hè. Ze hebben niks, hè, die gasten. Hè? Hier, het is 3,5 minuut. En... Oh, heb ze ook wat, fuckers. Hup. Oké. Dan pak ik even die tag. Heb ik een counter. Dan doen we eerst de care package. Jezus, mensen. Oké. En dan is de vraag natuurlijk wat ga ik krijgen. Sentry gun of een lightning strike. Oké, okay, nice. Nice. Dan die gaan we hier ter plaatse. Nou, ik heb wel killetjes erbij. Dus dat is altijd lekker. En die leven nog. En dan moet ik hier omheen gaan. Hier naartoe. Kut. Ik wil weggaan, ik wil weggaan. Ik wil weg. Wat was... Wow. Waar was hij dan naartoe, joh? Even kijken, ik ga er even omheen lopen. We spelen weinig met mensen met UAV's of counter UAV's of weet ik... Nee, dat kan ik dit wel, kan ik niet aangaan, helaas. En dan ga ik toch nog snipen, ja. Jezus, mensen, deze gasten zijn wel heel erg. 2 tienen kwitten weer bij ons. Oh, godverdomme. Het is echt niet normaal. Het is ook zo saai, jongen, dit, als je dit, deze map speelt. En hier, bouncing baddies. Tenminste, ik zie hier shock charge liggen. Ja, en dan faal je toch wel echt teringhard. Even kijken. Ga jij maar voor? Kut! Oké, nice. Oké. Kijken of ik iets leuks krijg uit mijn care package. Ik heb dus vorige keer dorks gehaald een keertje. En, ja, het was echt... Ja, gewoon... Kut dat je het gewoon voor je neus ziet vallen. En dat je weet dat je het niet gaat halen. Hè. Dat is, ja... Nee, dorks. Nee! Een UAV'tje. Is altijd nice. Kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed. Yes. Nou, voor een eerste potje gaat het nog redelijk dan. Ik haal mijn care packages, maar ja. Ik moet een goede care package halen. Ik moet een... Dus nog de dogs moet ik hebben. Ik moet nog de...
Hoe heet ik weer hebben? De Vietel hebben. En ik moet de Swarm hebben. Dus ja, dat zijn ook wel de drie die het echt omdoen. Zo. Hallo, ik was jullie geflankt. Ja. Ik was jullie geflankt. Ja, denk je dat ik erin trap? Hup. Oké. Het gaat tot de 75 of ik weet eigenlijk niet meer tot hoe ver het gaat. Ik ben het helemaal kwijt door die hele, door het hele shit natuurlijk van de ding. Even kijken. Hellstorm. Je ziet ook trouwens staan hoeveel keer ik iets gehaald heb. Dat hou ik bij. Dat vind ik leuk om bij te houden. En heb ik niet dat ding, godverdamme. Even kijken. Nou. Hé? Huh? Ik wou er omheen gaan, hè? Ik denk, ik ga er omheen. Huh? What the fuck? What the fuck, my dads, jongen? Mijn dads zijn er zo raar. Rare dads. Ik haat rare dads, als ik eerlijk ben. Hup. Kill confirmed. Tijd gaat gewoon voorbij, dat is het. Het is niet per se dat het gewoon... Ding, de tijd gaat gewoon voorbij. En ik sta trouwens MVP. Gewoon MVP, eerste potje, niks aan de hand. Op een, echt een kleren map. Nou, ik ga geen care packs meer halen. Oh, vooral niet als... Oh, die was lekker nog. (tie) 23-12, eerste potje. En in echt een lobby. Wat echt niet leuk is gewoon. Echt op een kut map ook. Maar ja. Toch een paar care packs gehaald. Niet gehaald wat ik moest halen. Vind je het nou leuk dit, hè? Moet je er gewoon een open potje. Het is een kut dat het zo'n potje is natuurlijk. Maar ja, dan kun je er weinig aan doen. Ik heb 20 tekst gepakt. Ja, ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen. Ja, ik. Wel level 43. Want het is eigenlijk ook nog een rode commander natuurlijk in 1. En level 44. En dat is voor mij wel heel erg gunstig. Krijg ik een scavenger. En dat is voor mij gewoon natuurlijk gewoon weer super handig. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye.